Digitaal burgerschap is voor ons dat digitalisering werkt voor burgers. Dat digitalisering zodanig is dat de rechten van burgers worden gerespecteerd en dat zij makkelijk van digitale dienstverlening van de overheid gebruik kunnen maken. En daar is voor nodig dat we niet alleen maar werken aan de vaardigheden van burgers, maar dat we er juist ook voor zorgen dat de digitale omgeving goed georganiseerd is. En daar iedereen heeft er een aandeel in om daarvoor te zorgen. De Raad en Instituut doet er onderzoek naar, omdat we merken dat het een hele uitdaging is om die rechten van burgers te respecteren. Bijvoorbeeld omdat mensen die laaggeletterd zijn veel moeilijker mee kunnen. Dus we moeten continu op zoek naar die oplossingen. Ook in de toekomst zullen er allerlei uitdagingen zijn voor het realiseren van digitaal burgerschap. Denk aan het blijven beschermen van privacy. Denk aan het uitleggen van beslissingen die genomen worden op basis van algoritmes. Maar denk bijvoorbeeld ook aan discriminatie die voor kan komen. En daarom is het belangrijk om met alle partners daarover te blijven spreken. En daarom heeft de Nationale Ombudsman ook zo'n centrale rol om deze problematiek aan te pakken en de overheid te helpen. En ik kijk er heel erg naar uit om op het congres op 31 oktober met alle partijen hierover in gesprek te gaan.